Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Ridda in de Ring. En vandaag ga ik trainen met niemand minder dan Etturu Bayrak. Ik ben hier in Soest bij Dire Gym. Het is een prachtige locatie om mij in elkaar geslagen te zien worden. Ze zeggen blijf kijken, hij zal even les aan het geven. En daarna gaat hij mij les geven. Ze zeggen kom. Hoe is het bro? Goed man. Goed? Lekker met je. Ja ook. Lekker, met mij gaat het ook goed. Vandaag zijn we hier in Soest, in Dire Gym. In Soest, ja man. Ja, tof dat je bij in mijn serie te gast wil zijn, Ridda in de Ring. En in deze serie leer ik elke week van een vechter een bepaalde techniek. Wat is nou jouw favoriete techniek? Wij gaan vandaag de overhand right oefenen. Okay, die ga ik jou proberen te leren. En dat is gewoon je hoofd in beweging houden, je tegenstander zijn stoot ontwijken en boom, boom. Met de rechtse overhand right eroverheen. Ik ben benieuwd, maar laten we gewoon beginnen, man. Ja, let's go. Goed. Man. Let's go. Dit zijn mijn debuuthandschoenen, man. Nee, joh. Ja. Nee, joh. Dus die heb jij nu gewoon even aan. Deze had ik aan tegen Wisse. Ah, gewoon je debuut bij Glory. Ja, waar we mee gaan beginnen. Ja. Je mag in je gevechtshouding staan, ja, linkerbeen voor. Ik vind het fijn dat als iemand heel veel jabt, ja, dus ja. Met de linkse directe werk, hij blijft werken, dan vind ik het fijn, even wachten, ja. als zodra die linker directe wordt gegooid, ja. Hem aan de binnenkant te ontwijken. Ja. Dus normaal gesproken ontwijk je een linkse directe, kom eens, aan de buitenkant, counter je met deze terug, mm-hmm. Maar ik wil hem aan de binnenkant, zodat ik hem er overheen kan gooien. Ah. Okay. Maar je moet die rechtse overhand gelijk meenemen, want als ik laat missen aan de binnenkant, boom, kan die met boom. Een opstoot komen. Dus ik moet hem echt snel raken. Ja. Yes? Ja. Oké, dus je maakt jab, boom, jab, boom. Okay. Bij de derde stap je een klein beetje naar buiten met je linkerbeen en neem deze mee. Dus ik doe hem één keer bij jou. Handen hoog houden. Neem de eerste twee keer, terwijl je een beetje druk zet. Boom, kom naar mij toe. Boom. En stap. Oh. Die kant op. Binnenkant, ik dacht dat de binnenkant. Boom, en bij de derde. Hoppa. En hierop. Boom, blijf kijken ook naar mij. Juist, juist. Oké. Het is mijn gym, jongen. Hij komt voor de show. Sparren gaat niet goed. Hey, maar je hebt laatst gevochten bij Glory. Die heb je helaas verloren. Wat ging er fout volgens jou? Als ik de partij analyseer, ik had heel veel lang van last van ringroest. Ik werd een beetje overvallen, vooral in de eerste 10, 20 seconden werd ik al overvallen. Een beetje gechoqueerd van, oh, this is really happening, ik moet vechten. Deze jongen kwam heel explosief. Hij raakte me al in een van de eerste slagenwisselingen. En ik ging in mijn fight or flight modus. En ik zelf ging natuurlijk fighten, terugvechten, wat niet per se mijn stijl is. Ja. Ik hou er meer van om achteraf een beetje in mijn dekking te blijven, de overzicht te bewaren. Je ging een beetje mee in zijn spel. Ik ging mee met zijn spel en dat kwam waarschijnlijk door de ringroest. Ja. Maar ik heb het heel goed gedaan. Ik heb een knockdown geïncasseerd. Die al weet te overleven. En vervolgens nog een hele leuke partij gedraaid. Ik kan het zeggen, het publiek heeft genoten. Waar ik zelf niks meer van herinner. Alles na de down weet ik niet meer. Gewoon niks dus, meer. Ja, dus ik heb alles op automatisch piloot gedaan. Ja. En heel leuk gedaan ook. Ik mag 21 mei weer. Dus dat verzacht het allemaal. Ja, ik wou net zeggen, dat gaan we nu achter ons laten. Ik ga binnenkort weer vechten in Antwerpen. Het is een prachtige gala, prachtige stad. Ja, tegen Bouzid. En is Bouzid. Een leuke vechter, een kickbokser echt, weet je wel. Ja. Dus een mooie clash van stijlen ook. Ja man, wat kunnen de kijkers verwachten? Jullie gaan heel veel technisch werk van mij kunnen zien. Ja. En lekker dat ik gewoon in mijn ritme blijf, man. Ja. Dan ben ik het gevaarlijkst. Ja, nou, ik hoop het, man. We gaan het zien. Dank je wel. Nu zijn we eigenlijk bij het onderdeel gekomen waar ik het minste zin in heb van de dag. Het sparren.
Nee, dit hoort er niet bij. And the winner is... Dit was de video met Bayrak. Vond je het leuk? Doe blij duimpje omhoog. Reageer onder met de volgende vechter die jij graag wilt zien. Wat vond jij ervan? Ja. Ik ben weer gegaan. Tot de volgende keer.